Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het woensdag. Ik ga vandaag weer zwemmen en natuurlijk neem ik de camera weer niet mee het zwembad in. Anders gaat de microfoon weer stuk. Ik zit nu aan mijn ontbijt. En ik ga me straks klaarmaken voor Heidewoud. Later, Rhino's. Oké, ik sta nu in het sporthok op Heidewoud. Zodat ik hier even in vrede kan vloggen. Ze hebben nog steeds geen vervanger voor Gordon in Holland's Got Talent. En zoals jullie weten, wil ik daar jureren. Maar zelf kan ik geen goede manier vinden om contact op te nemen met RTL Nederland. Daarom wil ik dat jullie het volgende doen. Deel deze vlog zoveel mogelijk met RTL Nederland. En dan zullen ze zien dat ik het nieuwe derde jurylid voor Holland's Got Talent ben. Dus als jullie dat even willen doen, ik zou het heel erg op prijs stellen. Bedankt daarvoor, Rhino's. Zo, daar was ik weer. Ik heb gezwommen, lunch op. En weer klaar om te gaan. Deze zondag is het 11 oktober. Sommigen van jullie zullen wel afvragen, wat is er met 11 oktober? Nou, dat zal ik uitleggen. Op 11 oktober 2008 is Ernst Paul Hasselbach, oorspronkelijke presentator van Expeditie Robinson, om het leven gekomen in een auto-ongeluk. Tijdens de opnames voor het derde seizoen van 71 Noord, een survival-programma. Ernst Paul en de productieassistenten van 71 Noord, Leentje Kusters, waren op weg naar een opnamelocatie toen de auto bij Lom van de weg raakte. En op de kop van, geloof ik, de rivier Leira. Op de kop in de rivier belanden. Ernst Paul en Leentje kwamen allebei om het leven. Toen ging de co-presentator, de hele crew en alle deelnemers van dat seizoen meteen naar huis. Op het eind van de finale van Expeditie Robinson 2008 werd een eerbetoon aan Ernst Paul gehouden. Daarom heb ik 11 oktober uitgeroepen tot Ernst Paul Hasselbach herdenkingsdag. En dus maak ik zondag een vlog opgedragen aan Ernst Paul. Ik hoop echt dat jullie het tof zullen vinden. In ieder geval, ik zie jullie later weer, Rhino's. Tot zo. Zo. Mijn BB'er Cornelis stelde even voor dat ik ging wandelen.
wandelen en vloggen. Vond ik wel een goed idee. Straks maar even op de computer. Want vandaag is het woensdag. En op maandag en woensdag heb ik mijn internettijd. Dus ik ga even lekker wandelen. Ik hoop wel dat ik op tijd terug ben. Maar goed. Maar goed. Hoe gaat het nu met jullie? Bij mij gaat het wel goed. Ja. Ik vind het wel een beetje lastig. Dat ik omringd ben door ideeën voor rollenspelletjes. Maar ik heb niemand om ze mee te delen. Maar ja. Sommige verdomde lui. Hè? Hebben we echt fucking veel ellende bezorgd. Echt fucking veel ellende. Dankzij lui als hun ben ik veel van mijn vrije tijd verloren. Daarom verveel ik me veel in mijn vrije tijd. En dat is heel erg lastig. Maar gelukkig kom ik niet meer in contact met zulke lui. Dat bespaart me de ellende. Ik weet verder even niet wat ik moet zeggen. Waarom moet ik eigenlijk verder vloggen? Oh ja. Hebben jullie Brace Blind Audition bij de Voice of Holland gezien deze vrijdag? Ali's reactie toen hij Brace zag was echt prijsloos. En dan denkt Cornelis zo je bent samen met hem doorgebroken, je komt net uit de bak. Je kunt naar Ali's platenlabel gaan en dan ze wel zeggen zo van misschien zullen we wel zien wat we voor je kunnen betekenen, maar nee, naar de Voice of Holland. Maar ja, dat is een... Maar ja... Piep. Het is Brace een keus. Piep. Maar dat is ongeveer hoe Cornelis erover denkt. Piep. Ja, ik film op deze manier. Zodat ik niet de camera zo recht voor me uit hoef te houden. Mijn armen worden redelijk moe. Gauw moe. Burp. Jullie vragen je vast af waarom ik burp zeg. Nou, dat komt omdat hier een Peugeot staat. Ik zal dat even uitleggen. Het is een trekje. Als ik een Peugeot zie, zeg ik burp. En als ik een Mercedes zie, zeg ik piep. Ik denk dat dat een piep is. Piep. Piep. Daarachter ook een. Oké. We gaan hier maar langs.
Nu gaat het denk ik wel weer. Dat ik hem zo vast kan houden. Ja, rond deze tijd van het jaar regent het. Eikeltjes. En als ze op je hoofd terechtkomen, kan het pijn doen. Gelukkig heb ik nu een pet op. Dus mij doet het niet zoveel. Het is... Verder weet ik niet zo heel veel om over te vloggen. Ik zal eens proberen om een onderwerp te vinden. Ber, weer een Peugeot. Ik weet het echt even niet. Daarom stop ik de opname hier, Rhino's. Ik zie jullie later wel. Doei. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb het weer leuk gehad op Heidewoud. En morgen komt een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson op de buis. We zullen wel zien wat voor dingen er dan gaan gebeuren. In ieder geval... Chips. Sorry, ik had mijn duim op de microfoon. Maar goed, zoals ik al zei, we zullen zien wat er in de volgende aflevering van Expeditie Robinson gaat gebeuren morgen. In ieder geval, heel erg bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Laat even... Zorg er ook voor dat je het Mr. Rhino Forum bezoekt en lid wordt. Dat kun je hier beneden doen. Op het Mr. Rhino Forum hebben we lekkere hapjes. Zoals hot dogs, macroketten, heroïne. Dat is misschien geen eten, maar we hebben het wel. In ieder geval, zorg ervoor dat je checkt. Laat even een reactie achter. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. En dat zeg ik nu zoals altijd. Later!